Dit is Stichting Lokale Omroep Steenbergen met nieuws uit de regio. Met Hilde Jans. Welkom allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van Hilde. En vandaag hebben wij een special over glasvezel in Steenbergen. En we hebben een heleboel gasten aan tafel, onder andere Mark Krans van Delta Fiber Netwerk, Erik Verheijen van Lifter en Robbie Kuipers van Buron en Kuipers Makelaars. Welkom allemaal. Mark, ja. Glasvezel in Steenbergen. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Mensen willen daar, willen graag snel internet en we willen ook dat mensen zich daarvoor aanmelden. En ik begreep dat het belangrijk is dat daar een minimum percentage is dat mensen zich daarvoor aanmelden. Ja, dat klopt. Kun je daar iets over zeggen? Ja, wij hebben 25% aan deelname nodig. Dit houdt dus 25% van alle huishoudens in Steenbergen en Welberg. De reden waarvoor we dat doen is met name de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dat gaat behoorlijk in de papieren lopen qua kosten uiteraard. Ja, en wij hebben wel een minimale dekking nodig om als investeerder in zo'n netwerk toch een zekerheid te geven dat ook mensen gebruik van gaan maken. Vergelijk maar met een winkel. Iemand die een winkel gaat starten, die wil ook de zekerheid hebben dat er mensen komen en dat ze ook bij haar of bij hem iets gaan kopen. Nou, zo hebben wij dat ook op ons netwerk nodig. Ja, precies. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich hiervoor aan gaan melden. En om dat te doen, willen mensen natuurlijk wat meer daarover weten. Mm-hmm. En willen we ook weten van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Want als we het nu niet halen, bijvoorbeeld in Steenberg, stel dat we die 25% niet halen, is het dan ook, gaat het dan aan ons voorbij? Heel cru gezegd, ja, dan gaat het voorbij. Die 25% is echt bij ons heilig. Begin van de volgende maand, 6 juli, is de deadline. En dan dienen we die 25% te halen. Halen we het niet, ja, dan is het helaas over. Oké. Okay. En als we die, dat is belangrijk denk ik ook voor de mensen thuis. Want als je dan die 25% wel hebt gehaald en ik heb nu geen ja gezegd, kan ik dan later alsnog ja zeggen? Als je later aansluit, dat kan bijvoorbeeld een jaar later of 3 jaar, maakt even niet uit. Dan zijn er echter wel extra aansluitkosten. Er moet een monteur opnieuw langskomen, die moet een modem monteren. Ja, die kosten die gaan we 1-op-1 aan de eindgebruiker doorzetten. Dus ja, maak voor jezelf de rekensom. En kiezen is dus voordeliger. Ja, want als ik me nu aanmeld, dan zijn er geen extra kosten. Nee, geen extra kosten en geen aansluitkosten. Alleen de abonnementskosten die je voor de provider of de dienstenleverancier betaalt. Oké, en als ik me nou nu zou willen aanmelden, stel mensen kijken vandaag naar deze uitzending en ze denken, ik wil dat misschien toch wel gaan doen. Waar kan ik me dan eigenlijk gaan aanmelden? Nou, aanmelden is eigenlijk heel simpel. Dat kan bij de lokale verkopers die hier in de stad zijn. Maar het kan ook via de service providers, de dienstenleveranciers, via het internet uiteraard. En op onze eigen website, gavoglasvezel.nl. Daar kun je ook alle informatie vinden. En het afsluiten van abonnement kan daarop ook uiteraard. Dus, maar daar staat dus alle informatie op, ook van de lokale verkopers. Ja. Nou, hebben we ook een heleboel vragen gekregen van kijkers vooraf. En een van die vragen is ook van, hoe ziet zo'n aansluitproces er eigenlijk uit? En als ik nu ja zeg, hoe lang duurt het dan voordat ik het heb? En moeten ze allemaal graven en komen er allemaal kabels in mijn huis? Allemaal hele praktische vragen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker kan ik dat. Dus als de vraagbinding gestart is, of geslaagd is, dan komt er een schouwteam. Dat is een monteur die gaat als eerste bij alle woningen schouwen of kijken waar het glasvezelmodem geplaatst moet worden. Dus bij de mensen die een abonnement hebben afgesloten, daar komt zo'n monteur langs. Dan wordt er gezamenlijk met de bewoner bekeken waar moet dat glasvezelmodem geplaatst worden. Meestal is het in de meterkast. Er kan een tijd overheen gaan natuurlijk, want we gaan pas beginnen met aanleggen eind van dit jaar en hebben tot eind 2021 nodig voor het hele aanlegproces. Betekent wel vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar dat de eerste mensen aangesloten kunnen worden. Dus dat houdt in, dus die monteur is geweest, de kabel is naar binnen gelegd, het modem wordt dan afgemonteerd. Nou, vervolgens komt dan de service provider in beeld met een bericht. U bent aangesloten op glasvezel, u kunt gebruik maken van de diensten. Wilt u dat zo spoedig mogelijk of wilt u dat eventueel over 3, 4, 5 weken? Zodat het de geleidelijke overstap kan plaatsvinden. Dus zodat je kan voorkomen dat je geen dubbele kosten hebt met je huidige provider. Ja, want dat zijn ook vragen. Moet ik dan nu meteen een abonnement nemen? En wanneer moet ik mijn oude abonnement dan opzeggen? Hoe zit dat eigenlijk allemaal? Nou, zeg vooral niet gelijk als je je abonnement hebt afgesloten bij een van de providers op ons netwerk. Ga dan niet je huidige abonnement gelijk opzeggen. Want we moeten nog eerst een netwerk aanleggen. En zeg het pas op zodra je een seintje hebt gekregen van je nieuwe provider.
Ja, maar het betekent dus wel dat ik op dit moment, als ik zeg ja tegen glasvezel, dan moet ik eigenlijk ook al meteen een soort abonnement kiezen of iets. Ja, ja. Je bedient wel echt nu al te kiezen voor een abonnement voor internet, telefoon en of televisie. Ja, precies. En daar kunnen we dan keuzes maken. Oké, ja. En dan komen er ook wat andere praktische vragen van, kan ik dan mijn eigen e-mailadres behouden? En heb ik dan straks wel in mijn hele huis wifi? En hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, als we beginnen met het e-mailadres. Dat is eventjes, hangt eraf wat voor e-mailadres je vandaag de dag gebruikt. Heb je een provider onafhankelijk e-mailadres, zoals van een Gmail, een Hotmail, een Outlook of Apple, dan daar behoud je dat gewoon. Maar heb je bijvoorbeeld het e-mailadres naar het zij van een Ziggo of een KPN, ja, als je daar geen klant meer bent, dan betekent ook dat daar het e-mailadres wordt gestopt zodra je het abonnement stopt. Dus wij adviseren ook altijd mensen, neem een provider onafhankelijk abonnement of een provider onafhankelijk e-mailadres, zodat je ook in je toekomst altijd vrij bent van de provider om te kunnen overstappen. Ja. Dan committeer je nooit door middel van alleen een e-mailadres. Ja, precies. Oké. Dat is een goede tip. Want Erik, dan gaan we even naar jou. Je bent van Lifter, want jij bouwt met jouw bedrijf websites voor bedrijven. Wij bouwen websites en webshops. En als jij kijkt naar snel internet, wat denk jij dat... Wat is het nut van snel internet voor gemeenten misschien in het algemeen, maar ook voor bedrijven in het bijzonder? Ja, kijk, als je naar een website of een webshop kijkt, dan kun je hem... dat is eigenlijk de digitale variant van een fysieke vestiging van een bedrijf. En ik denk dat het voor zelf spreekt dat steeds belangrijker is geworden. Ik denk dat de afgelopen periode het ook pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat het soms echt extreem noodzakelijk is. Waarom denk je dat? Ik denk dat de afgelopen periode dat het natuurlijk voor bepaalde bedrijven sowieso echt een noodzaak was om op die manier überhaupt nog met hun klant in contact te kunnen komen. Ja. Als je het dan hebt over wat doet internet, ja, dat is de weg ernaartoe. Ja. Dus we hebben het dan over de infrastructuur en je wil dat de routing ernaartoe zo betrouwbaar mogelijk is. Ja. Dus wij vergelijken het eigenlijk meer dat, kijk, als je een vergelijking wil maken, wij zijn een transportbedrijf. En de vraag is nu, gaan we extra rijbanen aanleggen? Ik ga niet over de rijbanen, maar ik weet wel dat het soms heel druk op de weg is. Ja. Dus, het is Mark, je moet het eigenlijk zien als een soort snelweg. Hè? Dat is een mooie vergelijking die Erik maakt, waarin we eigenlijk met meer banen tegelijkertijd... Ja, je maakt gewoon een hele brede snelweg waar je met ongekende snelheid overheen mag rijden. Ja, met veel meer mensen tegelijkertijd Exact. En in deze coronatijd hebben we eigenlijk ook gemerkt, Erik, dat er... files ontstaan, om het maar zo te zeggen. Ja, en wij zitten dan natuurlijk heel erg aan de zakelijke kant. Dus wij zijn echt bezig met de websites en de webshops. Maar breder dan dat zie je steeds meer devices komen. Daar hebben wij natuurlijk mee te maken. Maar ook mediaconsumptie in de breedste zin explodeert. Ja, ik kan me voorstellen dat ik er als burger ook baat bij heb. Want als ik iets wil bestellen online of als ik iets contact wil hebben met een van die bedrijven en het gaat allemaal heel traag, dan is dat natuurlijk een nadeel. Ja. Hoe breder de digitale snelweg, zeg maar, hoe meer mogelijkheden wij daar ook weer mee hebben om zo'n webshop van meer mogelijkheden te voorzien. Ja. Digitaal blijft natuurlijk altijd een bepaalde drempel, een bepaalde afstand. En die willen we natuurlijk verlagen en verkleinen. Dus dan ga je middelen inzetten als hoogwaardige video's, 3D-configuratoren, al dat soort dingen die ik heel erg tof vind om te bouwen. Maar daar is wel veel capaciteit voor nodig. Ja. Dus nu kan dat niet altijd. Nee, klopt. Nee. Oké, en wat zie jij als je naar de toekomst kijkt voor ontwikkelingen als het gaat over snel internet en waarom hebben we dat nodig ook in de toekomst? Nou, ik denk dat steeds meer dingen in elkaar gaan overlopen ook. Hè? Dus dat het niet meer een platte website is, maar dat het echt een webapplicatie wordt. Dat zijn al dingen waar we op de achtergrond veel meer mee bezig zijn. Ik denk dat waar wij in de praktijk ook veel mee bezig zijn is digitale toegankelijkheid. Dus we zorgen er nou voor dat een webapplicatie echt toegankelijk is voor iedereen. Ja, dan is het echt essentieel. Dat de digitale snelweg, zeg maar, dat allemaal toelaat. Ja, dat die breed genoeg is om dat allemaal te kunnen. Ja. En begrijp ik dat jij hier in het buitengebied ook bezig bent met de ontwikkeling van de innovatiehoeve. Ja. En misschien kun je daar heel kort iets over zeggen en wat daarbij dan weer de rol van het internet is. Ja, dus wij als Lifter zijn wij goed in het stukje techniek. Maar wij hebben daar heel veel experts omheen nodig in Legio-projecten. Dus wij werken heel graag samen met andere experts. En daar zit voor mij persoonlijk ook wel een stukje passie. Ik woon nu 2 jaar in het mooie buitengebied. En daar staat naast mijn huis staat een Vlaamse schuur. Die willen we renoveren tot een open creatieve werkplek.
Okay. En daar willen we ook echt samenwerkingsconstructies faciliteren, maar echt in het buitengebied. Zodat je aan de ene kant echt geprikkeld kan worden en goed je werk kan doen. Maar aan de andere kant door de rustruimte en natuur van het buitengebied ook, ook de ruimte hebt om dat helemaal te laten floreren. Ja. Nou, daar willen we echt mensen bij elkaar brengen. Dus ook daar is het essentieel dat je ook via het internet kan communiceren. En dat je dus niet afgelegen bent, maar dat je eigenlijk op een rustige plek in contact staat met de wereld. Ja, want in het buitengebied was die grens vrij snel bereikt om voldoende animo te krijgen voor glasvezel. Ja. Jij hebt het ook aangevraagd. Ben jij inmiddels aangesloten? Wij zijn met de innovatiehoeve ligt het al binnen. Okay. Dus dat, maar je bent nog niet, je hebt het nog niet, het is, want het heeft iets vertraging opgelopen, Mark, begreep ik. Of, Ja, de start is niet helemaal soepel verlopen. Daar hebben we ons een klein beetje op voorzien. Kijk, in een kern heb je maar één partij waar je rekening mee moet houden. Dat is de gemeente. In het buitengebied heb je toch wat meer een ProRail, de wetwaterschap, de gemeente uiteraard zelf. Ja, en om die vergunningen allemaal exact op elkaar af te stemmen, daar hebben we ons een beetje op gekeken en hebben daardoor een paar maanden vertraging helaas gehad. Ja. Oké, maar hij ligt binnen bij jou, Erik. En daar gaat het om. En daar gaat het om, dus binnenkort gaat hij van start. Ja. Nou, leuk om te horen. Robbie, makelaar. Ja. Ja. Waarom denk jij dat? Hè? Wat is het belang van snel internet voor een makelaar eigenlijk? Nou, ik denk voor het buitengebied was dat al heel belangrijk. Want daar was überhaupt geen internet. Nee. Dus dan is het van niets naar iets. Was sowieso wel duidelijk. En ik denk wat je nu ziet, gewoon in het gebied waar we het nu over hebben. Corona heeft wel wat teweeg gebracht. Ja. Of na avond thuiswerken, als de kinderen weg waren. Ja. Maar 5 dagen thuiswerken met z'n tweeën, met kinderen, die ook allemaal school moeten doen. Ja. Dat vergt gewoon veel van toch ook wel, denk, de capaciteit die de gemiddelde inwoner van Steenbergen zal hebben. Maar ja, dan denk ik, oké, goed verhaal, maar ja, corona, op een gegeven moment krijgen we misschien wel gewoon een vaccin en gaan we gewoon weer lekker naar kantoor. Dus waarom heb ik het dan nodig, denk jij? Ik denk dat het thuiswerken, hoe we het nu noemen, en dat wel iets is wat altijd al wel was, maar wij gaan niet meer terug, dat verwacht ik, naar hoe het zeg maar was voor corona. Want thuiswerken heeft ook wel iets positiefs los van teweeg gebracht. Ik bedoel, heel veel bedrijven hier in de regio, thuiswerken was geen optie. Nee. Want dat kan niet. Ons bedrijf is niet gemaakt om thuis te werken. Wij komen met z'n allen naar kantoor. Maar noodbreek wet. Ja. En iedereen heeft thuis gewerkt in de afgelopen periode. En ik wil niet zeggen dat het al perfect geweest is. Maar ik denk dat er voor heel wat partijen dat dat ook wel wat teweeg brengt. Ja, en dus ook minder huisvesting, andere capaciteiten van bedrijven. Ja. Ik bedoel, als je met een ander percentage kan werken. Je bent met een 20-tal medewerkers. En je kan opeens maar voor 10 medewerkers huisvesting zoeken, kan je ook kosten besparen. Ja, ja, precies. Dus het heeft ook heel veel voordelen eigenlijk. En die hele corona heeft iets in gang gezet. Wat er al wel was, maar waarvan je misschien ook kunt zeggen, hè, ook Erik naar innovatie toe, is dat eigenlijk een versnelling heeft gebracht wellicht ook op dat gebied. Ja. Het was nu een noodzaak, dus je moest wel. En nu zie je in één keer wat de voordelen toch stiekem zijn. Ja. Dus dan ga je er wat makkelijker mee. Ja, precies. Ja. En is er dan ook nog zoiets als dat als ik wel glasvezel heb in mijn huis. Hè. Jij bent makelaar, geeft mij dat dan nog. Wordt mijn huis daardoor aantrekkelijker? Nou, dat voor het buitengebied wel. Hè. Dan was ik sowieso blij als wij een huis te koop kregen. En dan was de eerste vraag die ik stelde, hebben jullie ingeschreven voor glasvezel? Ja. En ik denk 95% van de huizen die wij in verkoop hadden, hadden dat ook gedaan. Ja. Dus dan zag je netjes die groene kabels binnenkomen. Of het nou een meerwaarde is voor het centrum, dat weet ik nog niet direct. Maar het is wel een mogelijkheid die je als makelaar aangeeft. Funda is voor iedereen wel bekend. En alle websites die we zelf gebruiken, heeft iemand glasvezel? Dan geven wij aan dat er glasvezel aanwezig is. Dus dat betekent toch wel dat de consument waarde aan hecht. En of dat dan een extra waarde is voor het huis, dat weet ik niet helemaal. Nee. Maar in de toekomst denk ik wel. Ja, en het kan het misschien wel aantrekkelijker maken. Zeker ook als je een nieuw huis gaat betrekken, dan wil je misschien toch wel weten dat daar die snelweg naar binnen gaat. Ja. Nou, ik denk dat er meer thuis gewerkt gaat worden. Ja. Dus dat de vraag, zie je gewoon naar glasvezel, combinatie wonen en werken, gaat denk ik wel meer worden dan dat het in het verleden geweest is. En hoe maak je als makelaar gebruik van het internet? Ik bedoel, hoe moet ik... Nou kijk, voor mij persoonlijk ben ik natuurlijk inwoner van Steenbergen, maar ook ondernemer in Steenbergen. Ja. En glasvezel voor de zaak, dat is voor mij wel een logische stap. Ja. Want wij hadden
nog niet de mogelijkheid om daar heel snel internet te hebben. En dan klinkt gastvezel in ieder geval wel als wenselijk. Ja. Dus wij hebben gewoon heel veel dataverkeer. Hier tegenwoordig al die dronefilmpjes en sowieso film, foto's, zit veel meer in dan hoe wij 10 jaar geleden werkten. Ja. En dat vergt toch ook snelheid. Ja. Dus, maar ja, als ik ze dan thuis wil kijken, moet ik misschien toch ook dat snelle internet hebben? Of, voorheen dacht ik van niet. Ik bedoel, ik ben geen propaganda voor glasvezel. Nee. Maar ik heb de afgelopen periode, we hebben ook kinderen thuis, en toch ook wel ervaren dat het wel eens een keer vastliep. Ja. Wat voorheen niet het geval was. Precies. Dus, ja, dus eigenlijk had je er voorheen eigenlijk helemaal niet zo heel veel problemen mee. Ging het eigenlijk prima met de wifi en de snelheden die je had. Maar eigenlijk door die corona, waardoor we eigenlijk allemaal wat meer thuis moesten werken en ook veel meer online gingen werken, merk je van, hé, dan gaat het toch wel wat langzamer. Ja. Maar hoe zit dat eigenlijk? Want als ik gewoon een goede wifi-verbinding heb en het gaat gewoon helemaal goed, en als we dan met heel veel erop gaan, dan wordt het trager. En waarom is dat dan niet bij glasvezel? Nou, de internetverbinding, de wifi-verbinding staat los van eigenlijk de glasvezelverbinding. Hè. Wifi is, daar kan overal op aan worden gesloten. Alleen met glasvezel, daar krijg je een gegarandeerde snelheid. En een stabielere snelheid, dus wat jouw wifi-signaal uitstraalt, is ook daardoor stabieler. Dus je krijgt ook daadwerkelijk, als je 150 MB bestelt, 150 MB aan internetsnelheid. Ja, dat is makkelijker te delen als dat je bijvoorbeeld een verbinding over een koperen lijn hebt vandaag de dag nog. Ja, die deel je met mensen in je straat. En een koperen lijn heeft gewoon als negatief effect gewoon, ja, er zit demping op. Dus hoe langer de kabel, hoe minder data er aan het eind nog uitkomt. Ja, dat zijn allemaal effecten die je nu nog meemaakt bij de mensen in huis in Steenbergen. Ja, straks met glasvezel niet, want ja, die vezel is stabiel, die is gegarandeerd qua snelheid. En die dan deel je met niemand. En kunnen we ook met meer mensen op. Dus je kan er met meer mensen op zonder de negatieve ervaring van dat je snelheid naar beneden gaat. Omdat die capaciteit is er wel. Ja. Want dat heb je nog wel eens, Erik, dat je zo'n hele geavanceerde website aan het downloaden bent. En dat het dan even duurt voordat al die faciliteiten die jullie gebouwd hebben ook echt zichtbaar worden. Ja, want technisch zit een website zo in elkaar. Hè? Elk plaatje wat je ziet, elk pixeltje, iedere regeltechniek, die download je eigenlijk om te kunnen zien. Ja. Dus wij zijn continu bezig om dat te optimaliseren en allemaal zo klein mogelijk te maken. We krijgen dronefilmpjes binnen in 4K. Dat moeten we allemaal zien te comprimeren om het allemaal wel stabiel bij iedereen binnen te krijgen. Ja. En uiteindelijk zal dat, bij ons zal dat altijd die balans zijn. Ja, hoe breder, hoe betrouwbaarder het netwerk, hoe mooiere dingen wij kunnen maken. Ja, precies. Ja, mooi. Oké, dank jullie wel. Inmiddels zijn aangeschoven Christine Aarts van Aarts Leimena Advocaten. En Christen Groen, een van de inwoners van Steenbergen met een groot gezin. En Ben van Dommelen van de computervereniging Groot Steenbergen. Inderdaad. Welkom, fijn dat jullie hier ook allemaal even aan tafel willen komen zitten. Christine, advocatenkantoor. Waarom is snel internet belangrijk voor een advocatenkantoor of voor jou in het bijzonder? In het algemeen natuurlijk altijd, omdat je via internet werken wij in ons systeem. We hebben een systeem, ik zit samen met een collega, zij zit in Dordrecht, we hebben hetzelfde systeem. 1 telefoonnummer wat ook via internet loopt en dan is het belangrijk om een goed werkend internetsysteem te hebben. Ja. Wij werken de hele dag achter de computer natuurlijk, we schrijven onze stukken en krijgen veel mails binnen per dag. Dus internet is voor het bestaan van mijn kantoor in ieder geval heel erg belangrijk. Heel belangrijk, ja. En dan is het ook belangrijk om een snelle, stabiele verbinding te hebben? Of, In eerste instantie natuurlijk een veilige verbinding. Een snelle en stabiele in die zin dat we grote bestanden moeten kunnen downloaden. We hebben het dan meer gehad over de coronacrisis natuurlijk, dat we ineens afhankelijk zijn geworden van dat internet. Want in plaats van feitelijk aanwezig bij zittingen moeten we nu ofwel via video bellen, ofwel het nog een extra ronde indienen van stukken. Ja, dan moet je echt af en toe hele grote bestanden kunnen downloaden en naar de rechtbank toe kunnen zenden. Waar wel de mogelijkheid is gegeven door de rechtspraak om dat ook via de mail te doen. Waar dat vroeger altijd per post moest, of nog per fax. Kan dat nu sinds kort ook via de mail, maar ook daar geldt natuurlijk voor dat dat veilig moet kunnen. Ja. Voor ons van cruciaal belang dat het ook niet bij de verkeerde geadresseerde terecht komt. Precies. Ja, en jouw kantoor staat in de kern van Steenbergen. En heb jij daar dan ook iets van gemerkt dat er in die coronaperiode meer gebruik werd gemaakt van dat internet? Nou, ik zelf natuurlijk continu. En ik merkte ook dat het internet langzamer werd. En ik,
was me daar zo snel niet zo van bewust. Maar al pratende met een aantal mensen kwam ik erachter dat het dus inderdaad waarschijnlijk het gevolg was van het vele gebruik van internet die tijd. Ja, dus dat is ook iets wat we net ook al eigenlijk een beetje hebben gemerkt. Ja. En nou gaf jij nog aan dat jij een kantoorpand hebt in de gemeente Steenbergen. En daarboven wonen weer andere mensen. Ja. En volgens mij had jij daar zelf ook nog een vraag over. Nou, het was inderdaad voor de keuze, welke keuze ik moest maken van abonnement. Kan je kiezen tussen een basisabonnement of de telefonie erbij of televisie. Mijn huurder wil natuurlijk heel graag goede televisieverbinding hebben en ik heb dat niet nodig. Nee. Ik heb geen tijd om televisie te kijken. Dus dat kwam wel bij mij op van waar moet ik nu voor kiezen? Of moet ik nu inderdaad, moeten we alle twee een apart abonnement nemen of op welke wijze gaat dat? En uiteraard mag hij niet op hetzelfde internet zitten als ik. Nee, precies. Want misschien is het wel aardig om die vraag nog even terug te leggen bij Mark ook. Mark, hoe werkt dat als je een combinatiepand hebt van privé en zakelijk en ook nog huurders of andere bewoners? Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Als eerste mogelijkheid is gewoon beide een aparte verbinding. In geval van advocaten is het soms wel beter zelfs, want je wil een gescheiden netwerk hebben, in ieder geval met privacy noem maar op. Dus dan kan een tweede verbinding zo naar boven kunnen gaan. Ja. Technisch is er natuurlijk heel veel mogelijk. Je kan ook alles op één verbinding doen. Maar dan zou ik toch adviseren, ga daar bij een van de lokale verkooppunten of naar de bekende ICT'er die altijd al in dat pand alles heeft aangelegd voor de onderneming, om na te vragen hoe kan ik één verbinding opsplitsen in twee verschillende netwerken. Dus, ja, precies. Qua capaciteit is het geen punt eigenlijk. Nee, oké. Okay. Dus dat is wel interessant dat je eigenlijk, dat had je eigenlijk nog helemaal niet zo bij stilgestaan, dat je natuurlijk daar verschillende aansluitingen kunt hebben. Ja, want als jij als advocaat snel internet hebt, wat hebben wij daar dan weer als burgers aan? Want voor ons is het ook wel belangrijk, denk ik, dat mensen kijken, denken van waarom zou ik eigenlijk internet nemen? Heb jij daar, of is een glasvezel nemen? Wat heb jij daar een idee over? Als burger zijnde, naar mij toe of gewoon in het algemeen? In het algemeen, maar ook misschien voor jezelf. Blijven toch terugkomen op het coronaverhaal. In plaats dat mensen feitelijk naar mij toe komen, maken we afspraken online, via Teams of videobellen. En dan is het natuurlijk ook van belang voor de burger dat hij over goed internet beschikt. Zodat we elkaar toch even in de ogen kunnen kijken. Want het is zo belangrijk om, als je mensen spreekt, juist om elkaar in de ogen te kijken. Het praat zoveel makkelijker dan wanneer je iets gewoon door de telefoon of via de mail. Ja. Is er vaak toch wel onbegrip. Je moet elkaar even in de ogen kunnen kijken. Dus dat videobellen is ook voor de burger natuurlijk wel van belang, dat er een goede verbinding is. Ja, het is heel belangrijk eigenlijk en er wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Absoluut, dat blijven wij doen, ook in de toekomst. Ja. Het is zoveel tijdbesparing ook, je hoeft niet overal naartoe te rijden, Het hoeft niet naar buiten te komen. Ja, die hele digitalisering die eigenlijk nu versneld is ingezet, die zal ook door blijven gaan. Ja. Ja, want dan gaan we even naar jou, Chris, want jij bent inwoner van Steenbergen. Ja. Jij hebt 4 kinderen van allerlei leeftijden, tussen de 7 en de 17 of zo. Wat heb jij daar nou als inwoner met een groot gezin, wat heb jij eigenlijk gemerkt tijdens deze coronaperiode? Ja, in eerste instantie, mevrouw en ik zijn allebei ook thuis gaan werken natuurlijk. Als dat kan, dan is dat mogelijk. Van mijn werk uit zit alles in de cloud, dus ik kon alles via thuis bereiken. Ja. Dan zit je met z'n tweeën al een hele dag te werken. En dan langzamerhand in die coronatijd zijn die kinderen ook steeds meer in het school thuis gaan werken. Ja. Dus dan was het ook videobellen wat er gezegd wordt. Bestanden downloaden. Ja. En dan gingen wij dat ook nog eens een keer doen. Ja, dan merkten wij toch ook wel dat het echt wel te krap werd, het abonnement. Ja. Ja, en wat moest jij doen dan om te zorgen dat we er toch allemaal gebruik van konden blijven maken? Ja, dan werd er door het huis gegild. En had je dan ook prioritering van ik doe echt iets belangrijks en dat van jou is minder belangrijk? Dat ging ook zo. Ja, als bijvoorbeeld iemand een presentatie moest geven, dan werd er al gezegd van ik moet presenteren, dus bij mij mag die niet wegvallen. Ja. En televisie kijken natuurlijk, we hadden ook een extra abonnement afgesloten om toch een beetje de bezigheid erin te houden. Ja. Maar dat eet natuurlijk ook veel van die capaciteit weg. Ja. Dus dan was gelijk de televisie moest al uit en dan nog iemand anders nog eventjes weg en dan konden we eindelijk presenteren of ik kon dan voor mijn werk belangrijke dingen doen en dat soort dingen. Ja.
Ja, want ik denk ook dat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn wat er allemaal over dat internet gaat. Hè? Want inderdaad, wat je nu zegt, ja. Televisie kijken, er is natuurlijk die streamingsdiensten zijn ja, enorm ook de kinderen gestegen. Zelf. Ja, precies, ja, de kinderen zelf zeggen ook, ja, maar ik kijk alleen televisie. Ja, maar ja. Ook dat gaat er gewoon overheen natuurlijk. Ja. En YouTube-filmpjes ja, en ja, WhatsApp ja, en de ene ligt in de bank, ja, de ligt YouTube en de andere zit op televisie. En dan gaat het wel hard, ja. Ja, ja. Ja, want iedereen heeft zo zijn eigen scherm en daar kunnen ze allemaal onafhankelijk van elkaar. Kunnen ze alles doen, ja. Ja, precies. Ja. En als jij nou voor jezelf spreekt, hè, jij zegt nou ik ben een groot gezin, maar als ik nou ja, wat kleiner woon of met minder mensen in een huishouden, wat denk jij, waarom zou het nuttig zijn? Of denk je nou dan is het misschien ook helemaal niet zo nodig? Het werd al aan tafel aan de vorige ronde gezegd eigenlijk. Je gaat met z'n allen, in heel die straat ga je op dat ene netwerk. Op die ene kabel. En of dat je nu alleen bent en naast je en om je heen wonen grote gezinnen, ja, dan zal je toch ook wel daar de neveneffecten van meemaken, ook al woon je alleen. Ja. Het eerste stukje is dan natuurlijk voor jou alleen is meer dan genoeg, maar zolang het daarna weer in die straat komt, ja, dan ga je toch opstropen met je data. Ja. Ja. Dus ik denk dat voor iedereen toch wel interessant kan zijn. In de toekomst, ja. 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 Ja, en dat zeg je in de toekomst, want Wat denk jij dat, hè? Er gaan natuurlijk steeds meer dingen over het internet. Ja, zeker. Ja. 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 Eerst was het natuurlijk de koperkabel waar de televisie op zat, de telefoonlijn apart. En alles wordt nu bij elkaar gegooid. De smartphones, de tablets, alles gaat nu over die ene datakabel. En dat wordt steeds meer. Ja. Ook het verbruik van de data op een mobiel of op een tablet. Ja, dat gaat. Ja. Eerst was het een berichtje en nu zijn het hele films die eroverheen gaan. Ja. Ja, het wordt steeds meer gedeeld eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En bij ons is dan de kinderen worden steeds ouder, dus die gaan ook steeds meer daaraan deelnemen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, je kan het ook eigenlijk, dat overzicht heb je ook helemaal niet meer, wat zij allemaal precies op dat internet aan het doen. Nee, dat wordt steeds minder. Kijk, en dan zeggen mensen van, ja, maar ik heb eigenlijk al best wel goede wifi en het loopt eigenlijk bij mij thuis allemaal prima. Ja, dat was bij ons ook het geval. Ja, dat was bij ook. Ja, het was, ik werkte uit huis, mijn vrouw werkte. Nog wel veel thuis, maar was toch ook regelmatig weg. De kinderen allemaal op school. Ja. De ene komt om 3 uur binnen, de andere pas om 5 uur. De ene gaat na muziek, de andere die is dan thuis. Dat ging allemaal naast elkaar af. En nu merk je dus echt, als je gewoon echt groot verbruiker wordt, dat het dan gaat het dus niet meer. Ja. Want jij zou jezelf als jullie gezin wel als groot verbruiker We hadden ook een abonnement voor 250 MB, maar dan merk je toch... Je abonnement is groot genoeg, maar de capaciteit in de straat, ja, die is er dan niet. Ja. Nee, dus die snelheid die je had gekocht, die kon je eigenlijk helemaal niet benutten. Nee, niet halen, nee. Nee, precies. Ja. Ja, mooi. En dan gaan we even bij jou kijken, Ben, want jij bent bestuurslid van de computervereniging Rood-Steenbergen. Dat klopt, ja. Ja. En hoe lang bestaat die vereniging? Die vereniging die bestaat van 1996, dus in 2021 volgend jaar, dus 25 jaar. Ik zit er nog niet zo lang in. Ik ben ondertussen 3 jaar in het bestuur en lid van de vereniging. En sinds 2 jaar, bijna 2 jaar, ben ik dan voorzitter van de vereniging. Dus een beetje het gezicht, af en toe de spreekbuis en ook een van degenen die af en toe training of een presentatie geven. Leuk. Ja. Hey, en computers, dat heeft altijd jouw aandacht gehad? Ja, ik was werkzaam destijds in het bankwezen. En in 1985 kwam de eerste PC... de bank binnenrollen. En dat was een topic. Ja. Dat was nog offline met floppy disks. Ja. Dat hadden we nog niet van internet gehoord. Dat bestond helemaal niet. Nee. Dus wat dat betreft is die ontwikkeling natuurlijk heel snel gegaan. Nou ja, maar dat is wel mooi om te zien dat zo'n computervereniging dus 25 jaar geleden, dat was bijna een beetje innovatief zou je kunnen zeggen. Nou ja, er was natuurlijk destijds een generatie die natuurlijk nooit met computers had gewerkt. Nee. He, dus ik zei net 85, 96, dat was al 10 jaar verder. Ja. Maar die generatie die er niet mee hadden gewerkt, die wilde eigenlijk ook er wel iets van weten. En dat is eigenlijk op dit moment nog steeds zo. Ja, zij is dat de groep wel krimpt, maar er zijn nog steeds mensen die voor het eerst met een computer gaan werken. Ja, ja, moet je nagaan. Ja. Dan ga ik even naar jou, Erik, want 25 jaar geleden, kan jij je dat nog herinneren eigenlijk? Net niet meer in de luiers, denk ik. Nee, was je nog behoorlijk klein. Maar moet je nagaan, als je ziet wat er in die afgelopen 25 jaar is gebeurd... en jij zit dan met je innovatiehoeven... Kunnen we ons bedenken wat er over 25 jaar van nu af op dit gebied gaat gebeuren? Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die roepen dat ze dat weten. Maar uiteindelijk heeft niemand een glazen bol. Nee. Alleen als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar... die zijn enorm. Maar ook als je ziet op technisch vlak... hoe snel die ontwikkeling alleen al de laatste,
laatste paar jaar of zelfs op maand, als je op die termijnen kijkt hoe snel dat gaat, ja, dan hebben we nog wel wat mee te maken. Ja, ja, precies. Ja, dat is wel mooi om te zien. Ja. Dus het zou leuk zijn als die vereniging nog 25 jaar blijft bestaan. Ja, ik hoop het uiteraard ook. Ja, precies. Ja. En Ben, want dan er komen ook best wel wat oudere mensen met vragen van, ja, waarom zou ik nou snel internet nodig hebben? Nou ja, je merkt dan toch ook weer door zo'n coronacrisis dat ouderen ook wel contact willen hebben met de kleinkinderen, met de kinderen of met familieleden. En dan is het wel belangrijk dat je in ieder geval enige computerkennis hebt of dat je een smartphone hebt waarmee je dus verbinding kan maken. En niet alleen maar het geluid, maar ook dat je beeld erbij wil hebben. Ja. Of dat je zegt van, je checkt even van hoe het met je ouders is, van gaat het allemaal goed. Precies. Los van of ze pilletjes moeten nemen of niet, maar dat soort dingen speelt een rol. Ja. En ja, we hebben in het afgelopen winter ook een cursus gegeven en daar merk je dat soms een wereld voor mensen open gaat als je het hebt over internet. Van receptjes opzoeken of een e-mailtje maken. Ja, dat is dan toch wel heel leuk. Het is voor velen natuurlijk redelijk bazaal, maar het is voor die mensen echt, er gaat een wereld open. Dus dat is wel leuk. Ja, want dat is ook iets, hè, wat, tenminste wat je in die coronatijd heel erg zag, van, ook van eenzaamheid en mensen die toch maar een beetje alleen thuis zaten. Ja. En dan met dat internet, ja, je kan ook online dingen toch kopen of je kunt inderdaad contact leggen met mensen. Ja, dat is wel of heel je fotootjes doorsturen. Gaat digitaal. Van je telefoon afhalen en op je computer uploaden, fotoalbums maken, noem al dat soort dingen maar op. Ja, fotoalbums maken. Dat kan natuurlijk allemaal digitaal. En wat voor soort vragen krijg jij dan van mensen in zo'n computercursus? Nou, het is dan vaak zo van, ja, er zijn steeds meer organisaties, ook overheidsorganisaties, die mensen natuurlijk zeggen van, wil je wat weten, zoek het op onze website. Ja, als je dan geen laptop hebt of geen pc hebt, ja, dan ben je al heel snel onthand. Ja. Dus dan is de vraag vaak van, ik wil wel zo'n laptop kopen, maar dan moet ik er ook een beetje mee overweg kunnen. En dan is de generatiekloof vaak tussen de senioren en de hele snelle jongens en meisjes die het dan wel even voordoen aan opa of oma. Dan is het handig dat je even de tijd daarvoor neemt dat je met leeftijdsgenoten ook nog deels basale kennis dingen verder ontwikkelt. Ja, precies. Maar het is zo mooi wat jij zegt, want die hele digitalisering die maakt een enorme ontwikkeling door. En we zijn ons denk ik heel vaak ook helemaal niet bewust wat we allemaal al digitaal doen. Nee, hè? Dus bankieren gaat digitaal. Je hebt je DigiD, heel veel belangrijke zaken gaan allemaal digitaal. Inderdaad. En dat is allemaal, heeft dat daarmee te maken natuurlijk. Absoluut, Ja, het is wel mooi dat jullie dat. En jij bent vroeger ook nog betrokken geweest bij een hogeschool. Ja. Heb je gewerkt ook? Ik heb nog 5,5 jaar, de laatste jaren van mijn werkzame leven, bij een internationale hogeschool gewerkt. Als hoofdbedrijfsvoering van een academie. Ook nog een tijdje twee academies gedaan. En daar merk je gewoon dat als je mondiaal werkt, dat er natuurlijk heel veel contacten moeten zijn met de stagiaires, de studenten die elders over de wereld stage lopen. Of met een potentiële docent die een sollicitatiegesprek wil hebben, maar die laat je niet even overvliegen uit Zuid-Amerika of uit Australië. Die heb je dan in contact met beeldbellen, met Skype. Ja. Je hebt een interview. En op die manier los je een aantal zaken op. En ook dat is natuurlijk belangrijk, dat je dan een goede verbinding hebt. Precies, en dat heb jij waarschijnlijk ook gemerkt in die hele coronacrisis, dat al die digitale onderwijsmiddelen en je kinderen kregen online les. Ja. En al die zaken zijn natuurlijk ook, dat zal ook misschien voor een deel, ja, misschien wel blijven. Of ja, dat de online lessen, dat zal toch wel een extra dimensie worden aan het lesgeven vanuit school. Natuurlijk moeten ze weer terug naar de, in september gaan ze gewoon weer terug naar school. Ja. Maar er zal heus wel verwacht worden dat je een laptop heb en dat je bepaalde zaken gewoon vanuit thuis up kan loaden naar school, wat ze nu ook allemaal doen. Het huiswerk neem je eigenlijk niet meer mee naar school, dat zend je bijna de leerkracht toe en dan die kijkt het na voordat je al eigenlijk überhaupt in de les komt. Precies, en dat zal misschien wel blijven, dus die verbindingen die zullen toch ook gewoon aanwezig moeten zijn. Ja. Ja, dus er zijn eigenlijk steeds meer digitale ontwikkelingen die we eigenlijk zien wat internet nodig heeft. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat toch ook mensen zijn die zeggen van, nou, ik hoef het niet per se nu. Tegelijkertijd zien we ook van, als ik het niet nu neem, weet ik niet zeker of het dan later kan. Dus dat zijn allemaal afwegingen die mensen natuurlijk
ja, zelf moeten maken. Ja. Nou, hartstikke bedankt allemaal voor jullie input voor vandaag. Ja, en of u zich wil aanmelden voor glasvezel, dat is natuurlijk een heel erg persoonlijk besluit wat alleen u zelf kunt nemen. En ik hoop vandaag wat meer duidelijkheid gegeven te hebben over wat de voor- en de nadelen eventueel kunnen zijn. En mocht u nog andere vragen hebben, praktische vragen of toch nog wat dingen verder willen uitzoeken, dan kunnen we dat doen, Mark. Ja, bij de lokale verkooppunten hier in Steenberg en Welberg. En die kunt u vinden op onze website gavelglasvezel.nl. En daar staat ook alle overige informatie op. Hartstikke bedankt. Nou, dan heel erg bedankt allemaal voor jullie komst naar de studio vandaag. Dank jullie wel. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wat we nodig hebben is dat er één zo'n glasvezeltje in ieder huis in Nederland komt. Dan kun je door dat ene glasvezeltje 100 televisieprogramma's gelijktijdig brengen. En telefoon, en beeldtelefoon, en alarmering, en telewinkel, en telegiro. Alles wat je maar zou willen. Van inbraakbeveiliging tot brandalarm. Het kan allemaal via dat ene glasvezeltje.